Hi, dit wordt een liefdesreading voor het teken van kreeft. Lieve kreeft, ik hoop dat het goed met je gaat. Kijk ook je maan ascendant in je Venus teken als het niet past. En laat het dan ook los, hè. Maak het ook niet passend. Verleden, heden, toekomst, een uitdaging. Let wel, iedereen loopt natuurlijk op een verschillende energielijn. Dus voor één kan het verleden, toekomst zijn en nou ja, vice versa, noem het maar op. Oké, jouw uitdaging. De zes van zwaarden. Oké. Er is iets waarbij jij een beetje in onrust zit, lijkt het wel. En je probeert er eigenlijk wel vandaan te gaan. Maar het kan een beetje een uitdaging voor je zijn. Dat mag ik weten. Oeps, dat zijn er heel veel. Oké, de 5 en de 6 van pentakels, de 7 van cups. Wauw. Dan weet ik niet wat is, maar ik ga ze gewoon even pakken. Wauw, de 5 en de 6 en de 7 en de 8 van cups en de 8 van staven. Oké. Woeps. En de 10 van cups. Oké. Onderop heb ik hier de Fool. Oké, een nieuw avontuur, een nieuw begin. Oké, dus je wacht waarschijnlijk op een nieuw avontuur, een nieuw begin. En dan heb ik hier de luchtkaart, de koning van zwaarden. De koning van zwaarden zegt iets over communicatie. En dan zie ik ook nog de hoge priesteres. Dus er is iets waarbij jij of geheim spelen of er is iemand een spiegel voor je. Maar er is ergens rust en balans in nodig in een situatie. Of dat nu bij jou is of bij een persoon. Maar er is iemand die zoekt een soort van antwoorden, helderheid. Dit kan jij zijn. Het kan zijn dat jij lucht in je energie hebt. Of het is een andere persoon. In ieder geval zie ik de Fool. Dus een nieuw avontuur. De 9 van cups en de emperor. Kan zijn dat iemand een beetje met ego-issues kant. Wel gelukkig wil zijn, maar eigenlijk zijn of haar gevoel vasthoudt. En dan zie ik ook nog de 5 van zwaarden. Dus er speelt iets van gemeenheid of zo, of een conflict met een persoon. Dan zie ik hier de 5 en de 6 van pentakels. Er was ergens een balans uit. Iemand voelde zich niet happy, of jij dit nu bent, of een persoon. Maar ik heb het gevoel dat er in een situatie meer werd gegeven dan, dat er geen balans is. Dus iemand was... voelde zich in de kou gelaten. En nu zie ik hier de 7 van cups en de 8 van cups. Ja, iemand komt uit een soort van twijfel of is nog aan het twijfelen. Maar ik zie dat iemand emotioneel ergens vandaan is gegaan. Het kan zijn dat je meerdere opties had. Of dat een persoon meerdere opties had. Maar ik zie dat iemand snel eigenlijk weggaat. Want de 7 en de 8 liggen bij elkaar. Dus wat ik voel is dat iemand uit verwarring wilde. Of wilde komen. En daarmee eigenlijk dapper een besluit heeft gemaakt. Want ik zie nog wel veel emoties, dat wel. Maar ik zie ook iemand die er gewoon een beetje klaar mee is, lijkt het. Omdat de emoties niet zijn vervuld. Nu zie ik hier ook nog de 8 van staven. Dus snelle energie, communicatie, een bericht. En ik zie hier de 10 van cups. Dus eigenlijk hele mooie kaarten. Dus waarschijnlijk komt er een bericht of gaat iemand berichten waarin jij eigenlijk heel gelukkig wordt. Dit kan geluk voor jezelf zijn of met een persoon. Vaak is het wel een wijkaart. Maar wat ik voel is dat het je wel echt gelukkig gaat maken. Eens kijken wat ik nog meer mag ontvangen. Oké, dus een nieuw pad. Dus je strukkelt eigenlijk om door te gaan of misschien... een persoon, maar het zit natuurlijk in jouw energie. Wat mag ik weten over die 6 van zwaarden? De judgment, oké. Een terugkerend iets, karma uitwerken. Dus het kan zijn dat een bepaalde... En de kracht, die zag ik al onderop. Dus iemand vindt de kracht om eigenlijk oude karma uit te werken. De kracht vinden is voor jou belangrijk om dus uit een situatie te komen wat voor jou onrustig is. Kan zijn een verhuizing betekenen of misschien reizen. In ieder geval zie ik wel dat iemand een verhuizing misschien ook doormaakt in energie. Dus het is voor jou belangrijk om ook door te gaan. De duivel, oké, toxiciteit, codependency. Dus het kan zijn dat je daar vandaan wilt gaan. Het kan ook zijn dat je overmatig denkt of dat er een connectie is waar een toxisch randje aan zit. Mag ik weten over de 5 en de 6 van, de duivel, zie? Iemand was niet happy. Iemand heeft meer gegeven. Het kan een karmische relatie zijn, omdat ik hier natuurlijk die judgment heb. Maar het kan ook zijn dat iemand overmatig iets doet. Dit kunnen situaties, gedachten, personen,
Seksueel zijn, ja, en een communicatiekaart. Oké, de pace van wands. Dus kan zijn dat iemand in en uit je leven was. Of misschien dat jij het zelf bent. Maar er was wel communicatie, maar ik zie iemand eigenlijk een beetje twijfelen. Het is een page en een page zegt iets over ja, jonge energie. Dus het kan zijn dat er wel communicatie was, maar dat het ja, wel en niet. Dus niet constant. Dus de ene keer misschien heel veel contact en dan in één keer bam, helemaal niks meer. Ja, de zes van zwaarden alweer, ja. Iemand probeert ergens vandaan te gaan. Ik zag ook nog de Empress, oké. Op rustig vaarwater komen, wat ook een uitdaging is. Dus misschien is het een beetje een brei in je hoofd en weet je niet goed waar je staat in deze connectie. Zijn er meerdere opties waar je uit kan kiezen? Of misschien dat iemand dat gaat verlaten? Ja, kijk dan, de 7 van cups. Wauw. De Hierofant en de 10 van cups. Wauw. Ja, zie, iemand is besluitloos of iemand weet niet goed wat hij of zij met deze situatie aan moet. Het kan ook zijn dat je met iemand te maken hebt die dit ook heeft. Dus misschien dat jullie beide meerdere opties hebben of meerdere keuzes. Maar ik zie iemand ergens vandaan gaan. Dus iemand is waarschijnlijk ergens klaar mee. Of iemand gaat op weg naar geluk met de 8 van cups. Zie je natuurlijk de 10 van cups. Dus wat ik voel is dat er iemand, ja, ik ga eens vragen. Waarom die 8 van zwaar, ja, 10 van pentakels. Iemand kiest voor stabiliteit. Ik heb hier de 10 van bekers en de 10 van cups en de doodkaart. Er wordt iets getransformeerd, dus iemand loopt ergens vandaan. En dit eind heeft ook moeten gebeuren. Dus ik zie hier weer die zon schijnen. Dus er is iets wat waarschijnlijk niet meer diende, waar je een les uit mocht gaan leren. Het kan ook zijn dat iemand heeft besloten om er een eind aan te maken, om te groeien. En of dit nu met een connectie is of alleen, dat weet ik niet. En dan zie ik hier die communicatiekaart. Waar gaat dat over? De koning van staven. Iemand wil iemand weer manifesteren. Ik zie hier de peet en dan zie ik in één keer de koning. Dus iemand neemt een stap om eigenlijk weer te communiceren. Maar het is natuurlijk wel een passie-actiekaart. Dus iemand zet zijn of haar ego aan de kant en gaat dus communiceren. Of iemand gaat vanuit ego communiceren en wil passie en avontuur. Dit is natuurlijk wel een mannetje en een koning van pentakels. Wauw. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar ja, dit zijn verschillende energieën. Dit is een stabiel persoon, iemand die weet wat hij of zij wil. Het is een mannelijke energie, maar echt een leider. Twee leiders heb ik hier. Oké. Kan zijn dat je te maken hebt met stiersteen op maagd of met een ramleeuwboogschutter. Of je bent zelf de energie. Maar wat doen die twee personen hier? Het kan ook zijn dat iemand volwassen gaat communiceren over stabiliteit of actie en avontuur. Ja, de koningin van cups. Wauw. Kan zijn dat er een third party is. Hoeft niet, kan wel. Maar wat ik voel, een koningin van cups. Dus iemand gaat zijn of haar liefde verklaren. Ja, kijk. En de Page of Cups, wat je eigenlijk wel heel gelukkig... Wauw. Wat je wel... Wat ik al zei, wat je heel... Wauw. Oh. Kijk wat hier allemaal ligt. 3 azen. De Pentacles, de Cups, de Ster en de Zwaarden. Allemaal. Dus er komt iets op je pad. Of iemand gaat communiceren. Of misschien dat jij dat bent. Voor een nieuwe start. Een nieuw avontuur. Op liefdesgebied. Op financiën, een nieuw plan. Iemand heeft het licht gezien, is wat ik eigenlijk voel. Of iemand gaat knopen doorhakken en gaat helder en eerlijk zijn naar zijn of haar gevoel. Dit kan jij zijn of een persoon, maar er is een wens. Dat is wat ik zie. Dus er kan een wens uitkomen voor je. En daarmee een heel nieuw pad, wat jou heel gelukkig gaat maken. Oeps, dat zijn er heel veel. Geef bedankt eens voor de liefde wat op je pad gaat komen. Weet wat je verdient. En wat in je hart zit, raak je ook niet meer kwijt. En ik heb hier, maak geen beslissingen gebaseerd op schuld. Wees eerlijk naar jezelf en ook naar anderen toe, hoe je je voelt. Oké, dit is wat ik voor je heb. Ik wens je al het goeds en tot snel. Doeg!